Misschien wel de belangrijkste les uit de financiële crisis is dat toezicht op individuele instellingen niet genoeg is. We moeten toezicht houden op het financiële stelsel als geheel. Macroprudentieel beleid, dat hebben we niet. Dat moet eigenlijk van de grond af worden opgebouwd. Nu willen we echt een paar stappen verder gaan. We willen echt beleid gaan voeren voor die sector als geheel. En dat beleid moet nu, dat raamwerk moet nu van de grond af ontwikkeld worden. Dan kom je in eerste plaats af van wat moet dat beleid willen bereiken. Nou, daar wordt op het moment over gesproken wereldwijd. En dan kun je twee doelen zijn er op dit moment, lijkt men het over eens te worden. De een is dat je zegt, nou, het beleid moet eraan bijdragen dat die financiële sector weerbaar wordt of is, dus goed schokken kan opvangen. Dat is wat we nu noemen de minder ambitieuze doelstelling. Dan probeer je niet de klap te voorkomen, de instabiliteit te voorkomen, maar als er iets gebeurt, dan kun je die schok goed opvangen. Dat doe je vooral door grotere buffers aan te houden. Tweede doelstelling is dat je echt probeert tegendruk te geven als er instabiliteit zich aan het opbouwen is. Nou, je moet kiezen welke doelstelling je kiest. Dan is het nodig om ook echt wat te kunnen doen. Dus we moeten instrumenten gaan ontwikkelen van macroprudentieel beleid. En waar het nu op uit lijkt te komen is dat in veel landen men zoekt naar instrumenten die aangrijpen bij de bronnen van de instabiliteit die je vaak ziet. Dat zijn de balansen van de grote instellingen, zogenoemde systeemrelevante instellingen. Maar dat is ook heel vaak in de onroerend goedmarkt. Verder van belang is de vraag wie gaat dat beleid uitvoeren en hoe organiseer je het? Daar wordt nog over heen en weer gesproken, maar daar is toch in ieder geval overeenstemming over dat de centrale bank daar een grote rol in moet spelen. En dat dat hele mandaat wat ik nu zo'n beetje beschreven heb met doelen, instrumenten en wie voert het uit, dat dat ook wettelijk verankerd zou moeten worden. Dus in Nederland denk ik dat het goed zou zijn als we stappen gaan zetten om voor de Nederlandse bank een mandaat te krijgen voor het voeren van dat macroprudentiële beleid. Daar hoort dan ook bij dat er geregeld wordt hoe de Nederlandse bank verantwoording over dat beleid aflegt. Waar ik voor zou zijn is om te kijken of je niet een constructie zou kunnen maken waarbij uiteindelijk de minister van Financiën verantwoordelijk is en ook verantwoording over dat beleid aflegt in de Kamer. Maar waarbij er tegelijkertijd gewaarborgd wordt dat de Nederlandse bank dat toch in grote onafhankelijkheid kan doen. Dat is best ingewikkeld. Vroeger hadden we een soortgelijke vraag voor het monetair beleid, toen we nog een eigen monetair beleid voerden. Toen was daar een constructie voor bedacht. Je zou daar weer naar terug kunnen. Maar dan moet je wel afvragen of die in de huidige omstandigheden ook kan werken. Ten slotte is het, denk ik, dat ontwikkelen van macroprudentieel beleid vraagt ook om een goed analytisch kader, waarin je ook echt macroprudentiële analyse doet. Verder gaat dan alleen naar individuele sectoren kijken, maar juist ook de samenhang tussen die sectoren bekijkt. Je bijvoorbeeld afvraagt, wat gebeurt er als ik in het bankwezen maatregelen bijvoorbeeld neem om die banken veiliger te maken? Betekent dat dan ook per definitie dat het systeem veiliger wordt? Of gaan er dan risico's van de banken zich verplaatsen naar bijvoorbeeld de pensioen? Sector wat in Nederland best zou kunnen. In zo'n macroprudentieel kader moet je je ook afvragen in macroprudentiële analyse, hoeveel risico's vind je eigenlijk dat er überhaupt in je financiële stelsel genomen mogen worden en waar moeten ze worden genomen? En hoe verhoudt de doelstelling van veiligheid en stabiliteit die je hebt met de financiële sector zich met bijvoorbeeld het bevorderen van de groei? Het laatste vergt toch vaak weer dat je ook risico's neemt. Nou, die moeten gefinancierd worden. En dat zal toch in de financiële sector ergens moeten gebeuren. Dat betekent dat we een raamwerk moeten hebben om dat soort vragen te kunnen analyseren. En dat hebben we eigenlijk nog onvoldoende. Er gebeuren op dit moment wel heel interessante dingen in de wetenschap. Er zijn aanzetten voor om zo'n theorie te ontwikkelen. Dat is fascinerend en dat zal de komende jaren, hoop ik, verder gaan. En wat daar eigenlijk moet gebeuren is dat macro-economie weer echt macro wordt. Daar zijn we toch eigenlijk terechtgekomen in de situatie dat er heel veel met representatieve agenten wordt gerekend, zeg maar.
Waardoor macro eigenlijk niet veel meer is dan het geaggregeerde micro. Dus wat op macro gebeurt, kun je gewoon afleiden uit het optellen van micro. En dat is eigenlijk niet geschikt als je naar een stelsel als geheel kijkt. Dus dat is de ene opdracht, macro weer macro maken. En dat moet gecombineerd worden met weer in de macro-economie onderbrengen echt finance. Finance is juist ook wel heel erg micro geworden en erg los komen te staan van macro. Dus heel veel werk aan de winkel, niet alleen voor beleidsmakers, maar ook voor academici.